Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! Zijn vandaag bij de derde Demo Classic in Oosterwolde in Gelderland. En de SAM organiseert hier vandaag samen met de mensen uit Oosterwolde een geweldig motorevenement. Alle coureurs komen met hun nostalgische motoren hier vandaag naartoe. We hebben natuurlijk ook de lokale rijders. Dick Bastiaan uit Wezep zal deelnemen. Maar ook zal Jacob Veldman actief zijn. En zo zullen nog heel veel andere namen. En wij gaan u een impressie laten zien van dit mooie motorsport evenement. Wij gaan in gesprek met Gijs van de Weg. Hij is al sinds 3 jaar verantwoordelijk met heel veel vrijwilligers voor deze Demo Classics. Gijs, kon je 3 jaar geleden bevatten wat jullie gingen doen? Nee, eigenlijk niet. Ik had wel een beeldvorming daarvan. Maar zoals het nu opgezet wordt, het wordt elk jaar enorm groot. Het wordt steeds groter en groter. 3 jaar geleden hadden we moeite om een sponsoring rond te krijgen. En nu dit jaar loopt het fantastisch gewoon. Het gaat prima en ook de vrijwilligers, het aantal vrijwilligers voor deze dag die ik hier nodig heb is toch ruim 60. Vanmorgen heb ik hier dus ruim 60 mensen mogen begroeten die deze dag tot een groot evenement wil maken hier in Oosterwolde. Ja, de wedstrijdleiding ligt in handen van SAM. Zij organiseren meerdere wedstrijden. Wat zijn de bevindingen van het mooie parcours hier in Oosterwolde? Nou, het parcours dat is bij uitstek en uitzonderlijk mooi. Demo Classics, het woord zegt het eigenlijk al, demo wedstrijden. Maar toch zit er een wedstrijdelement in, want men moet op regelmatigheid de rondes hier rijden. Ja, dat klopt inderdaad. Het gaat er dus niet om de snelheid. Het gaat erom wie deze dag hetzelfde aantal ronden rijdt. Zeg maar dat je 20 ronden rijdt deze dag, dat het aantal rondes aan tijd gelijk is. Dus zeg maar dat je er in 1, 14, 15 doet, dat je dan ook al de rondes in die tijd probeert te maken. En dat is de winnaar van deze dag. Ja. Oldebroek is altijd al een kloppend hart geweest van de motorsport. In het verleden natuurlijk het Vreescircuit. Ook ja, daar ben jij zelf als kleinere jongen ooit geweest. Ja, klopt, inderdaad. Was altijd in augustus volgens mij, als ik het nog goed heb. Dus daar gingen we altijd een kleine jongen heen. En ook de Demo Classics, dacht de laatste 2007 was, ben ik ook geweest. En ik heb begrepen dat we volgend jaar toch in het voorjaar nog weer willen organiseren een keer. Dus we hopen natuurlijk dat dit een stimulans is voor de Veluwe om toch deze wedstrijd te houden. Ja, Wil Hartog heeft een speciale band met Oldebroek. Hij kwam natuurlijk jaren ook bij de familie Zoonbelt specifiek op het circuit in Oldebroek. Vandaag zal hij ook hier zijn opwachting gaan maken. Hij zou hier vandaag zijn opwachting maken, maar ik heb Wil nog niet gezien. Dus ook zelf als voor Boet van Dulmen, maar die heeft zich keurig afgemeld een maandag bij mij. Zijn er ook veel Oosterwoldenaren in de baan? Nee, Oosterwoldenaren niet. Ik ben zelf van de motorclub hier in Oosterwolde, waar wij ook toertochten organiseren en die club bestaat ook uit 15 leden. En ja, die vragen toch wel van, mogen we niet een keer met onze motor? Maar goed, het standpunt is gewoon dat de motors 25 jaar en ouder moeten zijn. En ja, wij rijden nog allemaal behoorlijke nieuwe motoren, dus dat wordt niet toegelaten. Gijs, bedankt en heel veel succes. Wij gaan genieten van de motorsport hier in Oosterwolde in Gelderland. Dankjewel en jullie ook bedankt. We gaan in gesprek met Berend Roken. Ja, Berend, motorsport komt eigenlijk uit jouw geboortegrond weg, of niet? Dat klopt helemaal. Ik ben nu 55 en ik ben er besmet mee sinds mijn 6e. Ik woon aan het voormalige Vreescircuit. En ja, daar reden ze voor de deur langs. Dus al heel wat tijden. Ja, je bent betrokken bij de organisatie, bij de SAM. Wat is jouw rol en wat doe je al die jaren zo precies? Ik ben inderdaad bestuurslid van de SAM als penningmeester. Dit is mijn 8e seizoen. Na deze demo, het 8e jaar, zit er dan op. En verder van allerlei bijzaken. Maar normaal ben ik ook wedstrijdleider. Dat neemt nu de voorzitter vandaag waar. Zodat ik vandaag voor het eerst mag proeven wat een demorijd is. Als we kijken naar de publieke belangstelling, is het behoorlijk aan het toenemen. We hebben ook een hele mooie dag hier in Oosterwolde. Dit zie je bij alle races.
Ja, de een is wat meer dan de ander natuurlijk. En een hele belangrijke factor is het weer. Die is vandaag leuk, dus ik hoop dat er vanmiddag heel veel mensen komen. Rijders had ik er wat meer verwacht, maar ja, we hebben 300 leden en dat is wisselend. Er zijn nog meer van die clubs net als ons en er is vandaag nog een evenement in Brabant. Dus ja, dan kiezen ze, dus er altijd afwachten hoeveel. We zitten hier vandaag in Oosterwolde met Ruud en Lins in het zijspan. Ruud, dit zijspan, hoe oud is het en waar komen we oorspronkelijk vandaan? Dit rijwielgedeelte is gebouwd in 1976 door een Zwitser, Herman Schmid. Die heeft er in 1976 Grand Prix mee gereden. Toen lag er wel een ander motorblok in, een Yamaha TZ750, maar daar is niet meer aan te komen. Die zijn onbetaalbaar geworden. Nou, men zegt altijd 500 cc, dat is eigenlijk de koningsklasse. Maar eigenlijk zijn de zijspannen toch ook weer heel bijzonder. Wat is jouw motivatie om met een zijspan te gaan meedoen in Demo Classics? Ik ben begonnen bij mijn vader als bakkenist. En ik had altijd zoveel commentaar op zijn rijstijl dat hij zei van probeer het zelf maar eens. En ik heb er nooit over nagedacht en tot op dat moment wel. Ik denk nou gaan we het proberen en ja, het bevalt uitermate goed. Maar jij hebt een andere bakkenist dan je vader, of niet? Ja, ja. Mijn vriendin die wilde het wel eens proberen. En we zijn allebei gelijktijdig begonnen. Zij als bakkenist, ik als rijder. En het is allebei goed bevallen. Ja, Lindsay, ja, hij zegt het is goed bevallen, maar tevreden over de rijstijl van Ruud? Of kan er nog wat verbeterd worden? Zeer tevreden, alleen soms iets laten remmen. Hij moet meer gas geven nog. Soms. Soms. Ruud, hoeveel wedstrijden rijden jullie zo gemiddeld? 10 tot 12 per jaar. U heeft net ook de benzine erin gebracht, het verbruik van deze motor. Nou, we hebben nu, dat circuit is 3 kilometer lang. Ik denk dat hij 4 rondjes gereden heeft, zo'n 12 kilometer. Nou, ik denk dat er wel een litertje 5 bij moet hoor weer. We staan hier in het rennerskwartier en we staan natuurlijk met ja, de sloper Dick Bastiaan en de wereldkampioen Scholex rijden Gerald Veldman. Ja, Dick, dat motorvirus, jij bent ermee geboren of niet? Ja, ongeveer wel ja. Vanaf mijn 12e ben ik denk ik een beetje oude bromfietsen bezig. Dus dat is al een paar jaar. Ja, aantal jaren in de motorsport ook actief de laatste jaren. Wat rij jij voornamelijk? Op het moment de classic races. En wat voor klasse? De 250cc. Wat zijn de snelheden die jij met deze Classic nog kunt halen? Nou, ruim 200 km per uur. De assistent heeft ook een motor aan geschaft. Maar het is wel een wereldkampioen Solex rijden. Ja Jacob, dit is wat anders of niet? Ja, dit is ietsje sneller hè. Familie Broekhuizen besmet met het motorsportvirus. En ik zit hier met Nestor. Ja, het low- en motorsport Arie, wanneer is het virus bij jou toegeslagen? Nou, van kinds af aan eigenlijk al. En 2010 ben ik met dit begon. 2010 zijn jullie gestart. Jij was de eerste in de familie en de rest is gevolgd? De rest is gevolgd, ja. Ik ook even in gesprek met Arnold. Want Arnold heeft het skielergedeelte al heel lang verlaten. En nu de snelheid van de motor, dat is heel wat anders, of niet? Ja, de snelheid van de motor is inderdaad mooi. Ik doe nog wel wat met de skieleren. Ik geef nog jeugdtraining. Vind ik ook altijd nog leuk. Dus ik kan het eigenlijk nog niet loslaten. Alleen... ja, de motorrace die laat me zeker niet koud en dat vind ik ook heel leuk om te delen met mijn oom en met mijn vader en iedereen die daar voor de rest bij is. Ja, het is wel heel bijzonder, een familieteam, dus dat betekent dat jullie er heel vaak samen op uittrekken en genieten van motorsport. Ja, ja, de meeste keren genieten we inderdaad, maar het is ook heel veel sleutelen. Hoe bevalt het jou binnen deze tak van sport? Machtig mooi, ja. En dan samen met je zoon en je broer, geweldig. En wat reed je altijd zoal? Tourmotors eigenlijk en nog een aantal jaren gecrossed, maar ja, ik heb altijd liever willen racen. Ja, je broer... We hadden hem op de nominatie staan voor een interview, Martin van Engelen, en hij had het uur vol kunnen praten, maar helaas Albert, we zien alleen de motor nog in de pitstop. Dat klopt, hij is een ziekenhuisstoel. Ja, gelukkig valt het mee, een breuk heb ik begrepen. Waarschijnlijk een sleutelbeen gebroken, maar ze gaan even een fotootje maken, dus ze gaan even kijken, helaas. Je hebt vandaag natuurlijk ook internationale deelname, want we hebben hier uit België. De heer Van Makelberg Patrick. Ik ben woonachtig te Zuinkerken, dicht in Brugge. Oké, okay, maar dat betekent dat u vaker ook in Nederland komt deelnemen met Demo Classics? Ja, het is nog maar de tweede keer dat ik rij op de motorfiets. Dus ik had beeld een zin van Oosterwolde en ik dacht, ja, daar moet ik heen. Dat is een vrij mooi parcours en ja, wellicht, het valt mee, dus wellicht rij ik volgend jaar 3 tot 4 wedstrijden met de SAM. Ja, het is wel bijzonder wat u heeft, want u heeft hier wel een heel bijzonder exemplaar, want dit is een motor uit?
1949, dat is een 500 cc een Triumph Speedwin. Nu net de koppeling doorgetrokken, maar die is al tussen gerepareerd. Oké, die is weer op orde, dus we zien u vanmiddag weer terug in de wedstrijden. Ja, oude motorfietsen is altijd sleutel. Hè. Oud materiaal is natuurlijk altijd heel bijzonder. Als we kijken naar deze motorfiets en kijken naar de achteras, dan is dat wel een hele speciale. Ja, dat is een, voor 1950 waren het allemaal starre achterassen. Dus dat wil zeggen, geen vering achteraan. Dus van het minste in de put hij reed, dat, ja, dat klopt die terug in die rug. En die moet wel, het is wel een speciaal rijden. Die motorfietsen van de jaren 60, 70 vangen mooi die schokken op, maar dat niet. Dus je moet feitelijk werken op de motor. Maar het zadel heeft wel de juiste vering. Wat is de snelheden die u met deze motor nog kunt halen? Rond de 160, na bij de 160. Op de rechte stukken? Ja, op de rechte stukken. En dat is 4 vitesse, 4 speed, close ratio, versnellingsbak. Oké, heel veel succes. Dank u wel.